Het gewone leven in Nederland komt langzaam weer in beweging. Maar het blijven gekke tijden. En ik kan me goed voorstellen dat je je zorgen maakt om jezelf, om familie, vrienden, om de toekomst. Die zorgen zijn er ook op andere plekken in de wereld. Groot, intens en aanhoudend. Want stel je eens voor dat je ergens woont waar niet eens schoon water te vinden is. Waar afstand houden onmogelijk is. Waar gezondheidszorg eigenlijk pure luxe is. En waar overheidssteun heel vaak ontbreekt. Op dat soort plekken, wereldwijd, zijn wij als ActionAid actief. Samen met lokale vrouwelijke leiders, die goed weten wat er nodig is, bieden we directe, levensreddende noodhulp. We geven samen bijvoorbeeld voorlichting. We delen voedselpakketten uit, hygiënespullen aan de allerarmsten, maar ook bouwen we waterstations, zodat mensen wel toegang hebben tot schoon water. En ook geven we, zelfs in crisistijd, leiderschapstrainingen aan vrouwen, zodat ze echt in de lead kunnen zijn, nu en straks na de crisis. Want nog veel te vaak zien we dat vrouwen het onderspit delven. En terwijl het juist nu zo belangrijk is, dat zij echt samen met die mannelijke leiders bouwen aan een gelijke, eerlijke, betere toekomst. We kunnen ons werk doen dankzij jou, dankzij jullie steun. En dat vind ik geweldig. Dank je wel daarvoor. Maar we zijn er nog lang niet. En we staan echt pas aan het begin. Want in veel landen is de situatie echt schrijnend en zorgwekkend. En vrouwen worden zo hard geraakt. Ze zijn veel vaker dan mannen verantwoordelijk voor de gezondheidszorg voor hun familie. En dat betekent dat ze zelf ook veel meer kans hebben om ziek te worden. Maar ook zien we bijvoorbeeld dat het huiselijk geweld heel erg toeneemt. En daarom, naast noodhulp, maken we ons ook druk richting overheden en lobbyen we ervoor om te zorgen dat opvanglocaties en bijvoorbeeld politiebureaus echt open blijven om deze vrouwen te helpen. ActionAid zet alles op alles om vrouwen wereldwijd en hun gemeenschappen te steunen en te beschermen tijdens deze crisis en straks daarna. Want elkaar steunen en samenwerken is echt belangrijker dan ooit. En wij vinden het geweldig dat jij ons daarbij blijft helpen. We hopen van harte dat je ons blijft steunen. En ik hoop heel erg dat je gezond blijft. Dank je wel.